Hey, hier Arjen, de kampvuurkok. Leuk dat je kijkt. Vandaag deel 2 van de blikjes. Ik heb hier een blikje. De bodem netjes eruit en bekleed met bakpapier. Van binnen bekleed met bakpapier. Ik hou mijn hand eronder, dat de bodem er niet uitzakt. En ik schep hem vol met wat cakebeslag. Nou, het soort cakebeslag maakt niet uit. Broodbeslag kan ook. En ik schep het blikje ongeveer 2/3 vol. En ik merk dat ik mijn hand er echt goed op onder moet houden. Zo. Nou, dit is mooi genoeg zo. En dan loop ik naar mijn vuurtje toe. En ik ga deze, dit is een vuurtje waar nog wat kooltjes in zitten. Dus ik even een beetje plek. Het is loeiheet. Op de bodem, daar liggen geen gloeiende kooltjes meer. Daar ga ik hem neerzetten. Zo, die staat. En dan heb ik een tweede blik. Dat zet ik er overheen. Zo. Ik heb nu een soort mini oventje gecreëerd. Wat ik nog kan doen. Ik heb eigenlijk gewoon handschoenen moeten pakken. Zo. Ik kan de kooltjes er ietsjes omheen leggen. En zo bakken we een cakeje. Ik zou er nog een paar kooltjes bovenop kunnen leggen. Het papiertje van de blik, dat vliegt nu spontaan in de fik. Maar dit laat ik zo rustig liggen. En hebben we straks hopelijk een overheerlijk cakeje. Hoe lang? Half uurtje ongeveer. Dan zijn er nog meer manieren hoor, als je hier niet comfortabel bij voelt. Ik heb hier papieren bekertjes. En kijk, bekertje, ongeveer 2/3 vol. Lekker. Zo. Nou, je krijgt het idee wel. Die bekertjes nemen we mee naar de barbecue. En dan maakt het niet zo heel veel uit wat voor barbecue je hebt. Ik heb hier een barbecue, lekker met gloeiende kooltjes. Als ik hier het rooster boven zet en ik zet de cakejes erop, dan gaat het mis. Wat we nodig hebben, dat is indirecte warmte. En dat heb ik bij deze barbecue een beetje geïmproviseerd. Ik heb hier een klein roostertje, dat leg ik erin. Op het roostertje leg ik een bordje. En nu is de warmte indirect. Dus de warmte komt niet meer rechtstreeks vanaf de kooltjes, er zit zeg maar wat tussen. En hier zo bak ik mijn cakejes. Hey, zie je dat nou ook niet zitten? Dan mag je natuurlijk ook gewoon de oven binnen gebruiken. Maakt allemaal niet zoveel uit. Je zou zelfs een papieren zak kunnen gebruiken. Ik had er een, maar ik was hem kwijt, anders had ik het je met plezier laten zien. Maar ik had een lege zak bloem. Nou, als je een lege zak bloem in bodem inlegt, dat verbrandt hier niet. Zo bak je hem af. Je streeft ernaar om je barbecue op een temperatuur van 180 graden te hebben. Het kan dus ook in de Weber. Zou je het in de Weber doen? En dan leg je aan deze kant je briketjes neer. En aan die kant zet je je cakejes neer. En dan uiteraard met de deksel dicht. En zo bak je buiten gewoon op een... Op en rond het kampvuur bak je lekker een cakeje. Hey, heel veel plezier. Ik hoop dat het je lukt en ik hoop dat ze smaken. Groetjes, Arjen.